Hoi, het is vandaag donderdag en op donderdag plaats ik eigenlijk altijd een Stardew Valley filmpje. Heb ik ook gedaan, maar als bonusfilmpje ga ik nog even een paar dino kaartjes uitpakken. Mijn boek is bijna helemaal vol, dus de kans dat ik hier eentje tussen ga krijgen die ik nog niet heb is niet zo heel erg groot. Maar ja, je weet maar nooit. Ik kan natuurlijk heel erg veel geluk hebben en er toch eentje vinden. We hebben inmiddels al een flinke stapel met allemaal dubbele kaarten. En mijn man is op dit moment bezig met een winactie op zijn kanaal Gamerpapa. Ik zal voor jou hier een link in beeld plaatsen naar zijn kanaal. Kijk dan bij zijn winactie. Dus stel jij hoeft er nog maar een paar, dan ja, doe dan mee met zijn winactie. En wie weet hebben wij wel welke jij nodig hebt en win jij ze. En dan heb jij ook weer jouw boekje vol. Dat zou wel leuk zijn. Ik vind die wel heel erg mooi. Ik weet niet of wij die wel hebben eigenlijk. Zal ik eens kijken, nummer 45. Hebben wij nummer 45? Oh nee, die hebben we al wel. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. Kijk, als ik hem zo doe, zie je dat? Hij is wel echt leuk. Doet me heel erg denken aan in Naturalis zelf. Want daar heb je namelijk ook een eitje in Naturalis zelf. En dan hebben ze met een hologram laten ze zien hoe dat eitje beweegt. En hoe dat eitje dan uitkomt. En toen we de laatste waren, zei ik tegen mijn man, neem dat even op. Wel leuk voor op jouw channel. Dus hij heeft een filmpje gemaakt van wat er in Naturalis te zien is. Waar je hier ook dino kaarten van hebt. En daar zie je dus ook dat filmpje van dat eitje. Dat is wel leuk. Goed, maar we gaan beginnen, want anders kwebbel ik te veel en dan pak ik er niks uit. Nummer 32, die hebben we al. Nummer 142, ziek bot. Die hebben wij ook al. Kijk, dat dacht ik al, dat we eigenlijk wel alles zouden hebben. Maar wie weet, nummer 99, achterpoot. Die hebben wij ook al. Nou, dan gaan wij nog een kaart openen. Wie weet vind ik er wel eentje die we nog niet hebben. Eens kijken. Rigosauroides. Nummer 88. Die hebben we al. Vleesetende dino. Die hebben we al. Dat weet ik zeker. Want ik heb gisteren alles op volgorde gelegd. En toen hadden we er al drie van. Die hebben we al. Nummer 146, de Dino Detective, die hebben we al. Misschien moet ik gewoon eerst zeggen welke we nog niet hebben en dan openmaken. Dat is misschien wel veel slimmer. Nummer 58. En die hebben we ook al. Ja, ik zal de volgende keer denk ik inderdaad maar gewoon een lijstje schrijven van wat we nog niet hebben en dan openmaken. Dat gaat veel sneller. Nou, wie weet, vind ik er één? Nummer 59. Die hebben we al. Oh, deze is wel leuk. Die voelt ook wel leuk. Net schuurpapier. Hij is wel geinig. Nummer 122. Waar is 122? Die hebben we al. Plantenetende dino's. Nummer 23. Die hebben we ook al. Nummer 26 hebben we nog nodig van plantenetende dino's. Maar die zit hier niet tussen. Oh, deze voelt ook leuk, hè? En je ziet hem ook echt glanzen. Dat vind ik wel een hele leuke serie. Die zijn wel echt leuk. Nummer 121. Nee, we hebben alles van deze serie. Hebben we allemaal al. Oké, nou, deze kunnen dan op de stapel bij mijn man voor zijn winactie. Zie jij er eentje tussen die je nog moet? Kijk dan even bij mijn man. En wie weet heb jij geluk. Dit was even een kort bonusfilmpje erbij. Ben jij ook druk bezig met dino's sparen? Ik vind ze gewoon echt heel erg leuk. Ik vind vooral die AR en VR dino kaartjes heel leuk. Die je dan dus ook echt in je bril kan doen. En waar je dan leuk naar kan kijken. En daar hebben we ook al wel de meeste van. Dus de actie duurt alleen nog maar deze week. Hè? En dus deze week krijgen we nog dino kaartjes bij de Albert Heijn. En dan zit de actie erop. En dan hebben we hopelijk een boek helemaal vol. Bedankt voor het kijken. Vond je het filmpje leuk? Geef het dan een like. En tot de volgende keer. Doepa doe!